Hey mensen! Heel, heel, heel lang geleden hebben wij een video gemaakt 10 voordelen van op school zitten. En er waren nogal wat reacties van mensen die zeiden: hey, kun je ook 10 nadelen van op school zitten maken? Nou, u vraagt, wij draaien, want hier zijn 10 nadelen van op school zitten. Willem, ik ben er helemaal klaar mee. Je weet waar je naartoe moet. De uit! Yo Dylan. Hey, Daan. Hey. Ben je een nieuwe video aan het opnemen? Nee, ik ben de klas uitgestuurd. Ja, precies. 10 manieren om de klas uitgestuurd te worden, toch? Nee, ik ben echt de klas uitgestuurd. Wat heb je gedaan dan? Helemaal niks. Hoe kan je nou de klas uitgestuurd worden als je niks hebt gedaan? Nou, de leraar zei dat iedereen aan het werk moest. Ja? En toen? En toen deed ik niks. Je bent de klas uitgestuurd omdat je niks deed. Ja, dat zei ik toch? Ja, maar ik begrijp hem nu pas. Ah, fijn. Ja. En wat ga je nu doen? Helemaal niks. Juist. Strak plan. Strak plan. Succes. Ja, top. Ja. Doei. Joe. Jeetje zeg. Wat is dit? Nou, ik snap hier echt helemaal geen reet van hoor. Weet je wat? Ik ben er klaar mee. Hier, hopsa. Zo. Dylan, ben je geen huiswerk aan het maken? Nee. Ik had geen huiswerk, dus ik heb mijn boek allemaal op school laten liggen. Hoppa, hoppa, puur jongen. Hou die boeken gewoon bij jezelf, joh. Nu heeft Annie een hersenschudding. Hé, maar dat is gek. Blijkbaar heeft de buurman mijn boeken. Dennis! Huh? Wat is er? Ja, ik moet nog voor 300 vakken huiswerk maken. Ik moet 16 toetsen leren. En ik ben vandaag pas om 5 uur klaar met school. Ja, maar wat heb je nu dan? Stress! Ja, nee, ik bedoel, wat voor vak heb je nu dan? Ik heb een tussenuur. Nou, dan kan je dus in dat uurtje eventjes alvast gaan beginnen in je huiswerk en je toetsen. Daan, kom op. Het is een tussenuur, hè? Dus ik moet even naar de supermarkt, energiedrankjes kopen, frikandelbroodjes kopen en dan even een uurtje chillen in de aula met mijn vrienden. Is het anders een idee als ik een paar taken van je overneem? Zou je dat willen doen? Tuurlijk! Ik moet elkaar toch een beetje helpen. Ik bedoel, ik ben mijn vriend, het komt helemaal goed. Heb je geld? Kijken. Ja, ik heb 10 euro. Oké. Nou, dan ga ik wel eventjes energiedrankjes en frikandelbroodjes voor je halen. Dan drink en eet die gelijk op. Ga ik een uurtje chillen in de aula. Met mijn vrienden. En dan, weet je wat, dan kan jij gelijk beginnen aan je huiswerk en je toetsen. Hey, succes man. Top. Hey, thanks vandaan. No problem. Wacht eens even. Je krijgt 40 minuten de tijd voor deze toets. Het zijn 15 meer keuzevragen. En zo te zien hebben jullie er allemaal heel veel zin in. En... start! Klaar. Wat? Nu al? Ja, zeker. Hoezo dan? Nou, door te beseffen dat uw vak er niets te doet. Wat zeg jij? Eigenlijk heb je wel gelijk. Dit vak doet er helemaal niet toe. Ik doe er helemaal niet toe. Dankjewel, Dylan, dat je me dat hebt laten inzien. Alsjeblieft. Nu kan ik eindelijk gaan doen wat ik altijd al heb willen doen. Ik wilde altijd nog eens op reuzenslakkenjacht in Afrika. Later, losers. Hey man. Yes, stop man. Zo. Misschien is het niet zo heel handig dat je hier zo aan het dealen bent. Hoezo, ik probeer gewoon geld te verdienen met school. Ja, daar is school dus niet voor. Hoe kom ik anders aan geld om donaties te doen aan gaming YouTubers? Door geen donaties te doen? Slechte optie. Leo. Sans. Thanks. Joke wat? Nee man, ik
Ik gebruik geen drugs. Drugs? Nee man, het zijn geen drugs. Denk je dat ik druk? Nee man, tuurlijk niet. Drugs zijn super slecht voor je. Geen drugs doen. Dat is echt ongezond. Tegen wie praat je nou dan? Naar de kijkers thuis en hun ouders. Oh. Hey. Hi. Maar moet je wel of niet? Ja, maar wat is het dan? Het zijn spiekbriefjes. We hebben vandaag een toets. Het zijn spiekbriefjes voor Duits. Ja, dat is wel handig natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar waarom staat het geschreven in Chinees? Dat is toch logisch? Voor als je gepakt wordt en de Duitse leraar dit ziet, dan ziet hij meteen dat het niet voor Duits is. Dus dan word je niet betrapt. Slim, hè? Hè? Ja. Nee. Ik denk het. En zo ontstond de Limbo-generatie. Een generatie met ongeneeslijke hernia's, maar een overweldigend aantal Limbo-dansdeelnemers tijdens de Olympische Spelen. We schakelen nu over naar Dylan Hagens, professioneel Limboer uit Limboland, oftewel Limburg. Dylan. Ja, ik merkte al snel dat mijn rug steeds verder achterover ging hangen. En vooral op dagen dat ik wiskunde en natuurkunde had, was het vrij heftig. Dan had ik toch wel zo'n kilootje of 20, 25 op mijn rug hangen. En daardoor is mijn rug nogal scheef gaan groeien. Maar ja, ik merkte ook dat er voordelen waren en niet alleen maar nadelen. Uiteindelijk ben ik kampioen, wereldkampioen geworden. Dus dat vind ik toch wel heel erg fantastisch. En tot zover het nieuws. Tot morgen. Over 5 minuten mogen jullie 10 minuten gaan luchten. En daarna verwacht ik jullie meteen terug. Wat doe jij als je straks vrijkomt? Nou, school is toch net een gevangenis? Je mag pas gaan luchten als de leraar het zegt. Het eten is super ranzig. En je moet ook nog eens gezamenlijk gaan douchen. En je mag geen zeepje laten vallen. Mijn oom, die zit dus in de gevangenis, hè? En heeft in zijn eigen cel een televisie en een PlayStation. Die heeft het gewoon beter dan wij hebben. Zie jij hier een PlayStation? Nope. Nee, daar heb je helemaal gelijk, man. Maar ik heb dit. Oh, dat is slim! Shh. Dat is slim. Mm-hmm. Gaan we nu doen? Ja. Hm? Op 3. Ja, schiet op. Er is nog niemand. Er is niemand. Door. Door. Vrijheid! Oh, hier heb ik zo naar verlangd. Zo, joh. Oh, shit. Ik zie je morgen op school. Ja, tot morgen. Goedemorgen. Kom binnen. Hi. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Hi, kom binnen. Nou, iedereen is er. Oh, meneer. Sorry. Ik ben net iets te laat. Ah, oh, ben je gek? Dat is toch helemaal niet erg? We waren nog niet begonnen. Kom fijn binnen, joh. Hoi. Dankjewel, meneer. Ga zitten. Dankjewel, meneer. Zo. Dus jullie dachten dat dit een gezellige les zou worden? Dat jullie wel een voldoende zouden halen? Want dit vak stelt toch niks voor. Dat jullie gewoon te laat kunnen komen. Oh, het is een prachtig weer buiten. Ja, inderdaad. Zeg, fijne dag op school, hè? Dankjewel, vader. Heerlijk om te fietsen nu. Ja, zeker. Lekker. Wat hebben we zo meteen eigenlijk? Ik zal eens kijken. We hebben geen wiskunde dadelijk, mm-hmm. Vervolgens hebben we geen scheikunde, mm-hmm. En daarna hebben we geen blokuur aardrijkskunde. Mm. Toch heftig, hè? Dat leraren tekort. Ja.
23. Yes. Wat was de vraag eigenlijk? Weet ik veel. Wat? Nee, ik begon niet. Daan die zei wat. Mm-mm. Serieus? Nou moet ik eruit omdat... Het is altijd weer hetzelfde. Oh, sorry meneer. Ja, het heeft helaas niet alleen maar voordelen. Dat zie je wel, want dit waren nadelen. Mm-hmm. Logica. Mm-hmm. En wil je nou deze leuke schriften winnen, zodat school toch nog ietsjes meer voordelen heeft? Want dan kun je gaan schrijven en zo. Dat... Laat dan in de reactie weten wat nog meer een nadeel is van school. En wie weet sturen we deze baan naar jou toe. Ik wil Daan heel erg bedanken voor het meedoen aan deze video. Wat een topacteur ben je ook. Echt superieur. Volg hem op Instagram. Hartstikke bedankt voor de shoutout, Dylan. Vind ik echt keihardig. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... En als je tot hier in de video bent gekomen, heb je geluk, want er poppen nu afspeellijsten op. En misschien ben je wel een van de weinigen die daarop kan klikken. Dat is toch fantastisch? Er is ook een abonneerknop, een webshopknop. Daar kun je ook op klikken en dan kun je dingen bestellen. Dank voor het kijken allemaal. Duimpje omhoog, abonneren, notificatie bellen. Tot de volgende keer maar weer. Later.